Loonbedrijf Meiland Azewijn ging dinsdag met 3 combines van perceel naar perceel. Doordat het weer zo onvoorspelbaar was, bleven de 3 combines bij elkaar. Zo kon elk perceel waaraan begonnen werd ook afgemaakt worden. Landelijk is 30-40% van de graanoogst al binnen. Dat melden de coöperatie Agrifirm en CZAV. De opbrengsten vallen niet mee. Bij wintertarwe gaat het veelal om 8,5 à 9,5 ton per hectare. De meeste partijen graan kwamen uit op zo'n 16% vocht.